Op de voormiddag van Leidens Ontzet ging het dak eraf in de stadsgehoorzaal. Tijdens de traditionele seniorenvoorstelling feesten de bezoekers in de uitverkochte zaal enthousiast mee met de optredende artiesten. Dat was alles weer even wennen natuurlijk. Nou, normaal zing ik wel iets andere liedjes, maar ik zag dat het publiek wat ouder was, allemaal zittend publiek. Dus dan ga je toch ander repertoire zingen, dan kan je moeilijk alleen maar feest maken. Dus lekker de Hazes klassiekers, wat liedjes van het Songfestival van vroeger. Eigenlijk van alles en nog wat. En wel natuurlijk lekker feestend te eindigen. Dus op een gegeven moment zag ik zelfs de Polonaise door de zaal lopen. Nou, heerlijk. Ja, jij bent niet onbekend in Leiden met 3 oktober. Vroeger heb je hier ook wel feest gevierd. Ik liep hier vroeger elk jaar op 3 oktober. Ja. We hadden wat vrienden in Leiden wonen, dus daar gingen we met z'n allen. En we bleven vaak ook slapen bij die vrienden. Ja, het was één groot feest, de kermis, lekker. Ja, alles kan, alles mag. En het was lekker dicht bij huis. Dus ja, ik ben niet onbekend in Leiden, nee. Naast Steenwijk genoten de oudste inwoners van de sleutelstad van ABBA Tribute Band Back to Waterloo. De oer-Leidse slechte band bracht een ode aan 3 oktober-icoon Rubberen Robbie en zijn hit Marie. Als je dit leest, ben ik weg. We kijken het even niet zo ogen. Hebben we allemaal in de maling. Zou je maar klimmen, dan ga je niet trekken. Ik maar uit blazen, Jurgen. En jij maar zuigen. Ja, kom op. Tussen 2 haakjes, de wc zit verstopt. Het is maar dat je het weet. Ja, het is 3 oktober natuurlijk, hè? En dan is dit een fantastische aftrap. En super publiek, mensen vinden het leuk en dus dat lijkt me helemaal goed. Ja. Dit jaar is de traditionele hutspotmaaltijd op het Garenmarktplein. En met als primeur ook een veganistische hutspot. In totaal zijn er een kleine 3000 maaltijden uitgeschept, waarvan 200 zonder enige vorm van dierlijke eiwit of wat dan ook erin. En iedereen is erover te spreken, iedereen vindt het lekker. En de voorzitter van de 3 oktobervereniging, nou, die weet ook wel wat hij voortaan wil eten. Ik vond die veganistische hutspot fantastisch. Echt, oprecht, heel erg lekker. En ik had geen enkele behoefte meer om die andere te proeven. Dus ik kan het oordeel niet vellen, maar ik had er dus ook geen behoefte aan. Dus ik laat het voor dit jaar maar eventjes bij de veganistische. Het was wel lekker eten, toch, op de Garenmarktplein? Het was eigenlijk hartstikke lekker. Ik vond het eigenlijk heel bijzonder. Het lijkt wel alsof die 2 jaar wachten en oefenen de hutsportmaker geen kwaad heeft gedaan. Jullie hebben hem al bijna leeg. Ja, maar dat is zo lekker. Dus echt Leidse hutspot. Van de beste slagerijen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker warm, lekker top. Helemaal goed. Heerlijk. Volgend jaar weer? Zeker. De veganistische hutspot. Ja, de echte vegan hutspot. Voor het eerst dit jaar. Ja. En hoeveel heb je er al opgeschept? Volgens de cijfers 200, maar ik denk wel meer. Ja. En mensen die het die daarvoor kiezen, hebben het en dan het idee van we missen nog wat? Of zeggen ze nee, dit is helemaal compleet? Hartstikke enthousiast. Ja, zeker weten. Heel enthousiast. Ja. Ja, en we staan nu op het Garenmarktplein. Anders is de hutsopmaaltijd altijd op de Hooglandse Kerkgracht. Is dit nou beter of gewoon anders? Stiekempjes hoop ik dat we volgend jaar weer daar zijn. Want dat vond ik ook wel een hele gezellige plek. Maar ik snap wel dat ze de boel een beetje bij elkaar hebben willen houden. Het is ietsjes kleiner van opzet dan de andere jaren. Dus dan wil je je middelen ook zo efficiënt mogelijk inzetten. Ja, dat moeten we nog evalueren. Weet je, die Hooglandse Kerk is natuurlijk ook wel heel mooi qua ambiance. En met die bomen zo. En de bewoners vinden het volgens mij ook echt wel heel leuk dat het daar is. Dat hoor je ook wel eens anders. Dus dat moeten we gewoon kijken hoe dat volgend jaar uitpakt. Sjaak van der Gijn, we staan hier op het Garenmarktplein met een hutspot die gevonden is in jouw achtertuin. Ja, het is een lange tocht geweest. Maar we zijn een jaar of 4 geleden zijn we begonnen de zoektocht naar waar de schans lag. Waar de hutspot gevonden was. En eigenlijk zo'n beetje 4 jaar na dato hebben we hem net aan de burgemeester en de voorzitter van de 3 oktobervereniging aangeboden. In de hoop dat hij op wordt genomen in het feest van het jaar natuurlijk.
En hij werd hierheen gebracht door Gijs. Ja, ik ben vandaag speciaal nog een keertje teruggekomen om die hutspot hier te brengen. Want we moeten natuurlijk twee historische feiten eigenlijk rechtzetten. Eerst de plek van de schans. Nou, Sjaak heeft het verteld. Maar ook de vinder van de hutspot. Cornelis Joppens, vergeet die naam. Of onthoud hem uit sympathie. Maar ik was degene die de hutspot vond. Gijsbert Cornelis Schaak, vergeet die naam nooit meer. We staan hier bij de Kaatsmarkt op 2 oktober, het begin van de Taptoe. De optocht waarbij de ene helft van Leiden kijkt naar de andere helft van Leiden. En het is echt 2 oktober weer, het regent, de kinderen hebben allemaal plastic omgedaan, maar ze hebben er reuze veel zin in. Heb je het gemist vorig jaar? Ja, wel een beetje. En nou regent het, dat is wel een beetje jammer, hè? Ja, wel een beetje jammer. Samen op de fiets naar de Taptoe. Zeker, ja, wij zitten hier fijn, ik wou zeggen hoog en droog, maar dat valt een beetje tegen. Maar verder is het prima, we vormen hier een gelegenheidsduo vanavond. We gaan dapper door. Het is enig. Het is zo leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind het zo leuk dat we eindelijk weer mogen lopen en alles. Oh, die kinderen erbij, allemaal lampjes. Dus Kimura nu weer vooraan. Hadden ze geen bezwaar van al die kinderen? Ze zeiden, joh, het regent, juf. Nee joh, we zijn hier van suiker gemaakt. We zijn op judo. Dus nee, we komen er lekker doorheen met al die kinderen. Hoe is de Taptoe? Heel goed! Ja, alleen moesten we heel lang wachten. Ja, echt heel lang. Vind je het leuk om dan te regenen? Ja, ja. Wij zijn Roomburg, wij strijden. Wij zijn Roomburg. En dan elk jaar naar de Taptoe? Nee, ik ben hier geen jaren geweest, maar nu weer een keertje. Het is nou zo goed weer? Precies. Het is een feestje. Ieder jaar weer, toch? Ja, het is maar water. Had je niet liever meegelopen? Nou, in dit weer niet. Ik ga ieder jaar naar de Taptoe. hij is toch wel weer... Nou, het is toch fantastisch. Je hebt toch even het idee dat de zon schijnt. Hardcore gewoon nog blijft komen. Zeker. De bezoekers en alle verenigingsleden. Dat is geweldig. Jullie ook de wind en de regen getrotseerd om de Taptoe te bekijken? Ja, tuurlijk. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus, Nog speciale vereniging of club waar je naar uitkijkt? Een vriend van me die loopt mee in een voetbalvereniging uit Leiden, maar ik weet niet precies welke. Hou je nog een beetje vol? Ja. Het lijkt alsof we net uit de zomer zijn gekomen. Hoe gaat het op zo'n eenwieler? Goed. Heel leuk. Heb je heel erg moeten oefenen daarvoor? Nee, want ze doen het sowieso al. Maar je moet wel elke week echt wel goed oefenen en zo. Is het niet moeilijk zo in de regen? Nou, het valt eigenlijk wel mee als je goed aangekleed bent. Terwijl een deel van de Leidse jeugd binnen losging op de beats van Barry Badpak, liep de rij voor het Leidens Ontzetfestival zaterdagavond buiten flink op. Nou, we hebben zo'n anderhalf uur in de rij gestaan, maar ja. Heb je nog lang in de rij gestaan? Ja, iets van anderhalf uur of zo. En je lacht er nu een beetje bij? Nee, niet grappig. Nee, er stond een rij van 2,5 uur en toen dachten we, nou, we gaan weg. Dus toen hebben we ergens een drankje gedaan en nu gingen we onze fietsen pakken en naar huis. Het is jammer, want ze zeiden dat er ongeveer 7000 kaarten werden verdeeld. En daar had ik er gelukkig eentje van bemachtigd, maar het werkte alsnog helaas niet. De rij is misschien lang, maar waarom we binnenkomen, dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch? Het feest? Kijk, jij gaat er vol voor. Ja, de Leidse sokjes. En normaal horen er ook nog slippers bij, hè? Die kan je kopen op En om wie draait het dan specifiek? Barry Badpak. Ja, ik denk toch Ronnie Flex was wel echt, die had het echt goed gedaan.
Ja, Barry Badpak toch echt wel. Ja, sowieso wel. Ja, lekker gegrasmaaid. Nou, het was echt eigenlijk bijna te druk. Een vriendin van mij die staat hiernaast, die is helemaal vertrapt door de drukte. Omdat iedereen eigenlijk te enthousiast was dat het eigenlijk weer begonnen was. De post-corona parties. Maar verder, de sfeer was goed. Maar het was, je kon soms bijna niet dansen van hoeveel mensen er waren. Dus het was een beetje leunen op de mensen naast je. Dat was, een ander puntje van de party. Ja, het was verder heel leuk. Alleen het was wel echt kut weer, als ik het zo mag zeggen. De sfeer, de mensen gewoon. Gewoon iedereen lekker zingen, iedereen vrolijk. Heel leuk. Maar nu lekker een taxi naar huis. Die zijn er al. 3 oktober, we zijn hier bij de Pleintap toe en voor het eerst op het natte gras van het Garenmarktplein. En is het nou de eerste keer voor u dat u hier bent? Nee! Geloof ik al zo lang als hier vanaf mijn kinderwagen. Een ware traditie zou je kunnen zeggen. Ja, en ik heb deze bandjes en die gaat in het plakboek. Ja, ik heb een zoon bij KHG. En wat speelt hij dan precies? Soes. Die hele grote achterin. Ah, oké. Dus die is niet te missen eigenlijk? Je ziet hem zo, ja. Je weet precies waar hij loopt. En zit u nou lang in de regen? Ja, vanaf... Half 1. Half 1 al. En heeft nog even wat langer moeten wachten, begreep ik. Ja, maar gisteravond was het met de tap toe ook slecht weer. Maar toen waren er weer 2 kleinkinderen die meeliepen. Nou, dan ga je gewoon in de regen zitten, toch? Waar kijk je nou het meest vanuit vanmiddag? KNG. En waarom KNG? Leerlingen van mij, ik heb jeugd EHBO gegeven dus, op school en die lopen ook mee. En ook de Florabet, dus collega's van mijn vader, van mijn broer. Ja, superleuk natuurlijk, leuk met publiek, weer kunnen genieten. Het was een beetje jammer van het weer, maar wij hebben droog de show kunnen lopen, dus dat is altijd fijn. De laatste optreden, ja. Ja. Nou, hoe kijkt u terug op dat laatste optreden dan? Fantastisch. Ja, met een lachende traan. Echt. Nou, er zijn in de niks heel veel mensen die al 25 jaar lid zijn bij ons, dus nou, die willen gewoon erbij blijven. Het gewoon meemaken is gewoon superleuk om dit te doen, zeg maar. Een andere locatie, Garenmarktplein, hoe was dat? Het was lastig, grasveldje, stenen, maar op zich allemaal goed te doen, zeg maar. Ze hadden het goed opgeknapt, zeg maar, ondanks de regen van ongeveer 24 uur lopen. Dus. Ja, leuke locatie natuurlijk. Het is een beetje uitdagend met lopen, verschillende ondergronden. Maar goed, daar slaan we ons ook wel weer doorheen. Ja, dankjewel. Dat is jaarlijks prik. Het wordt er al vroeg ingegoten, zeg maar, het virus. Ja, dat zit er wel eens wel in, ja. Ja. Het is zelfs zo erg dat deze mevrouw, die heet Louise Leijden. De tweede naam is Leijden. De kop is eraf, hè? Zink op de Garenmarkt. De kop is eraf, ja. Letterlijk 6:30 liep ik al in de stad vanmorgen. Blij dat het toch doorgaat allemaal? Ja, tuurlijk. Hartstikke blij. Een paar jaar niet en dan een hele keer weer feesten. Gezellig weer, hè? Heb jij het ook zo leuk? Het is te lang geleden, hè? Dat wel een beetje. Wel een beetje gemist ook, hè? Het is nu helemaal uit je hoedje. Ja, toch wel. Ja, ik ga mijn best doen vandaag weer. We hebben lekker gezongen nu en dan gaan we meestal een rondje de stad lopen. Maar ik weet eigenlijk niet of dat nu ook zo is. En dan straks in het Van der Werfpark nog doorzingen. Het is allemaal net wat anders, hè, nu? Het is allemaal heel anders, maar het is hartstikke leuk dit jaar in ieder geval.
zingen met z'n allen bij elkaar weer in het park. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Voor mij is dat echt, ik moet eerlijk zeggen, het hoogtepunt van 3 oktober. Dit is Juttersbitter. Maar we hebben net een flesje Leidse water opgedronken. Dus zingt dat beter dan? Ja, dat zingt heel goed. De dames kunnen ook heel goed zingen, hoor, trouwens. Die zijn meegegaan. Alle concerten zijn weer begonnen, dus ook alle evenementen. Weliswaar dan met een corona-toegangsbewijs. Maar we kunnen weer beginnen en daar ben ik zo ontzettend blij om. We kunnen weer wat gaan doen. We gaan weer terug naar het normaal. Ja, een moment van herdenking ook. En natuurlijk ook genoeg lol met de Tonkelaarreden. Prima, ja. Voor het eerst weer dicht bij elkaar allemaal. Ja, en dat voelt een beetje raar. En dicht bij elkaar. Ja, niet eens 1,5 meter, hè. Gewoon... Hoe voelt dat? Nou, heerlijk. We zijn een paar jaar opgesloten geweest. En nu kunnen we weer een beetje vrijheid vieren. En dat doen we met een juttersbittertje. Dus... Hoe gaat het met die QR-codes tot nu toe? Het gaat uitstekend met de QR-codes. De meeste mensen snappen precies hoe dat werkt. En dus we kunnen ze allemaal doorlaten en allemaal naar brood en de lekkerste haring van Leiden komen halen. Het staat wel een lange rij, maar dat is altijd zo. Het is altijd een lange rij, maar we doen ons best om het zo spoedig mogelijk te verwerken. 2 maal. Hebben de Leidenaren een beetje honger? Ze hebben langer moeten wachten. Oh, de Leidenaren hebben zo honger. Kijk, in 1574 hebben ze natuurlijk een jaar moeten wachten. Dan was de helft van de bevolking ook uitgestorven. Maar nu hebben we er eigenlijk 1 jaar ook op moeten wachten vanwege de corona. Iets minder zware omstandigheden natuurlijk, maar je snapt het met een knipoog. En nu mogen we weer haring en, hutspot en brood eten. Ja, komt u maar, geuzen. Eenmaal. Wat merk je aan ze? Nou, mensen zijn ontzettend blij. Het weer is natuurlijk ook fantastisch nu. Tijdens de hutspotavond was het, kwam met bakken uit de hemel, maar nu is het prachtig. En iedereen is blij en vol goede moed. En ik vind het geweldig dat we weer met z'n allen in die rij kunnen staan. Het ziet er toch even wat anders uit dan normaal, hè? Het ziet er heel anders uit, maar ze zijn schoon en rein. Het is echt, hoe fijn is dat in coronatijd, dat het toch nog kan dit, hè? Echt supergoed, ik vind het echt een geniale oplossing. Het is van, het zijn lekkere haringen. Zo ging het in 1574 niet, toch? Nee, dat is al een ander verhaal. Dat was armoe, hè? En dit is rijkdom. Het is 4 oktober, de laatste dag van het Leids Ontzet. We staan hier op de kermis, waar het super druk is. En prachtig weer. En wij gaan vragen wat de mensen eigenlijk van de kermis vinden. Vinden jullie het spannend? Ja, heel zeker. Ik ben er net al in geweest. Hoe was dat? Echt leuk. Wat heb jij gewonnen? Een knuffeltje. En hoe heb je die gewonnen? Met melkflessen gooien. Had je ze allemaal raak? Nee, ik had er 1 moet ik nog omgooien. En jij? Ik had er 1 gewonnen met een melkfles gooien en met darten. En zitten uw kinderen nu in de bank? Die zitten nu in de Miami. Ja, die hebben het onwijs naar hun zin. Die vinden het superleuk. En net naar de Garenmarkt geweest voor het straattheater met leuke acrobatische acts. Superleuk. Heb je als 3 oktobervereniging wel tijd om naar de kermis te gaan? Ja, blijkbaar. Ja, ik zit in de PR-commissie, dus wij hebben het werk vooral van tevoren. En nu even tijd om zelf een rondje te lopen, ja. Mogen jullie ook overal gratis in? Nee, helaas. Ik zal in de draaimolen, heet dat volgens mij. Spannend? Nee. Ik ben er wel eens vaker in geweest. Is dat ook jouw lievelingsattractie? Ja. Hij is heerlijk ontspannend, hij gaat lekker rustig. Er was een ongeluk gebeurd voor mij bij de Lamme Schans. En dat wel heb ik gezien, ja. En nu hangen er Oostenrijkse gondeltjes in. Hoe vindt u dat? Nou, helemaal super, als ze maar veilig zijn, ja. Gaat u erin? Nee, ik zelf niet. Nee, maar mijn kinderen en het gezin wel, ja. Ja. U heeft hoogtevrees? Ja, zeker. Ja. Ja. Vind jij het spannend? Nee. Wel leuk? Ja. 3 oktober, hè? Altijd goed. En wat doet u dan het liefst op de kermis? Rondkijken, want mij krijg je nergens in.
Dus dan ben ik al hartstikke misselijk. Dit weekend is niet zomaar een weekend. Dit weekend is grote vleeseter weekend in de Hortus. Dus we hebben een grote vleesetershow. Er is een congres in de Hortus van vleesetende plantenverenigingen van over de hele wereld. Al die mensen komen hierheen voor een congres. Er zijn lezingen, er is een diner. Kunt u zich ook nog voor inschrijven overigens. En in onze wintertuin bij de entree is een grote vleesetershow. En in onze oranjerie, daar is een vleesetermarkt waar je echt bijzondere vleesetende planten kan kopen. Ik sta er hier tussen. Hier staat bijvoorbeeld een Nepenthes, vleesetende plant uit Zuidoost-Azië. Nepenthes truncata, een reus van een beker vol met vloeistof waarin langzaam beestjes verteerd worden. Ik zie een grote kakkerlak hierin drijven die langzaam opgegeten wordt. En hieronder, en dat is wel heel erg leuk, want deze, die is daar familie van, ook zo'n bekerplant, Nepenthes ampullaria. Maar die, dat is een hele bijzondere vleesetende plant, want dat is een vegetarische vleesetende plant. Die is iets anders, die heeft zijn lipje, dat is echt een trechter geworden. Hij groeit onder varens en als zo'n blad dan begint af te sterven van zo'n varen, dan vallen al die kleine blaadjes er één voor één vanaf. Die vallen in dat trechtertje, in het bekertje. En in het bekertje maakt dat plantje mierenzuur. En mierenzuur dat verteert dan weer een plantje, dus een vegetarische vleesetende plant. En dat zijn er nog maar twee, want er zijn er dus veel meer. En die zijn allemaal dit weekend, nou in het Hortus staat het sowieso vol met vleesetende planten, maar dit weekend voller dan ooit. De wintertuin staat vol, de oranjerie staat vol. Er zijn op zaterdag zijn er 3 inlooprondleidingen en op zondag zijn er 2 inlooprondleidingen. Moet u zich online voor inschrijven, kost €4. En dan wordt u door een van onze vleesetende planten-experts meegenomen de tuin in en de kas in. En dan leert u er nog veel meer over. Vleesetende planten zijn alleen maar gevaarlijk voor kleine kriebelige beestjes en niet voor mensen. Mensen vragen altijd van zo'n bekerplant, als je daar nou je vinger in steekt, gaat die dan dicht? Antwoord is dus nee. Nee, er zit onderin zit een plasje vloeistof. En zelfs dat plasje vloeistof, nou ja, ik zou het niet opdrinken, maar het is ook niet gevaarlijk. We hebben wel een keertje in onze wintertuin. Daar hadden we een plaksoort, een vleesetende plant die vangt beestjes met plakkerige druppels. En dat was er eentje uit Australië en die was zo plakkerig dat er toen er een keertje een jonge Vlaamse gaai de kas in was gevlogen, die kwam vast te zitten in de plant en die moest er ook echt uitgehaald worden door onze kastje. Wat we hier aan het doen zijn, is stickers plakken op 1000 bellenblazen. En het zijn kleine bellenblazen, er zit 5 milliliter in. En wat we eigenlijk doen is, op de sticker staat heel groot coming out day. Die plakken we op de bellenblaas, zodat we die kunnen gaan uitdelen op Leiden Centraal. En dat doen we eigenlijk om zichtbaarheid voor coming out day te geven. Coming out day is eigenlijk een dag waarop we het vieren. Vieren dat je jezelf mag zijn. En wat daarbij helpt is dus een soort zichtbaarheid. Dat je kan zien, oh, er zijn andere mensen die misschien ook niet binnen de norm passen. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je bent goed zoals je bent. En dat proberen we ook een beetje te vieren. En voor iedereen die wellicht nog twijfelt of wellicht bang is, dat ze ook weten dat je bij ons veilig bent. Buiten deze bellenblazen om hebben we ook nog een solidariteitsactie. En we hebben dus een poster ontworpen waarop staat, wij supporten Coming Out Day. Het is natuurlijk logisch dat wij van COC Leiden het supporten, maar de vraag is of andere organisaties of horeca dit ook willen delen. En dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld op te hangen. Er zijn al een aantal studentenverenigingen langs geweest en het idee is om zo'n poster op te hangen op de maandag en wellicht de hele week. En daarmee laat je eigenlijk zien dat je ook Coming Out Day support, maar nog belangrijker, dat jij het dus ook belangrijk vindt dat iedereen mag zijn wie die is. Ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. Dat is wel mooi. Geweldig, eindelijk mag het weer. Dat is lang gewacht, ruim 1,5 jaar. Dus ik ben er klaar voor, ik heb er zin in.
Zeker omdat je, ja, weet je, Leiden mijn eigen stad is. Ja, ik heb hem 2 jaar geleden ook mogen lopen. Het was waanzinnig. Magisch gevoel eigenlijk, dat je de stad binnenkomt waar je geboren bent. Eigenlijk alles hebt meegemaakt. En ja, de vele mensen langs de kant die je aanstaan te moedigen. En gek staan te doen, wat ik prachtig vind. En daar doe je het eigenlijk voor. Leiden is de eerste stad in een lange reeks, hè? Wat vind je daarvan? Ja, ja, een eer eigenlijk. En dat ja, mede door onze burgemeester Henry Lenfrink. En ja, Tjeerd Scheffer en Mokse vrouw die echt alles hebben gedaan om het door te laten gaan. Helaas ging het in mei niet door. Maar ja, in oktober nu, aanstaande zondag, gaan we er echt een feest van maken. En dat kan je wel in overlaten, gelukkig. Hoe schat je je kansen in zondag? Ik heb wel tegen mijn vader, mijn vader is ook marathonloper geweest, vooral gezegd dat ik ooit een keer een podiumplaats zou willen lopen. En ja, winnen natuurlijk, dat is, het hoger is er niet, het mooiste wat er is. En ja, dit jaar zijn de kansen gewoon wat groter, ook omdat de Afrikaanse toppers er niet zijn. Dus ja, wie weet. Ik hoop dat de mensen langs de kant er ook heel veel zin in hebben en mij ja, de laatste steuntjes in de rug geven die ik nodig heb.